He can make anyone look cool. I think Bono once said it very nice. When I saw my first picture from Anton, I tried to become one day like I looked in the picture. Magic, magic. It helped us to create a kind of cult status. Anton Corbijn. He lived in a small village where people pointed at you saying, you know, he's the son of the preacher. Mijn ouders waren gewoon niet veel thuis en heeft zich gisteren ook heel erg alleen gevoeld. Ja, ik denk dat het voor mij zo heeft gewerkt dat die muziek zoveel begon te betekenen in mijn leven. Dat ik heel graag onderdeel van die wereld wilde worden. Ik ken mijn eerste twee films gaan allebei over loners. Ik beantwoord soms ook wel aan dat beeld, geloof ik. Dat wil ik toch niet helemaal. Die persoon wil ik toch niet helemaal zijn. Hij is helemaal ingenesteld in zijn werk. Het is een soort kokon bijna waar hij in zit. Weet je, omdat ik het gevoel had dat waar ik vandaan kwam om te maken wat ik deed, alles voor mij betekende, heb ik alles ingelegd. En de reis die je maakte, uiteindelijk een reis aan te zoeken naar jezelf. Just going to do a meeting here with Pelican Ruiz. Affirmation, acceptance. Through your art, you're able to reach out and then get some of that. Heel lang zichzelf pijnigen om tot woorden en muziek te komen. Ik denk dat ik me daarmee identificeren. Dus dat is dan toch de combinatie van mijn onzekerheid, ambitie en een bepaalde kijk op dingen. Weet je, dat is the fabric of life.